Het is Thomas hier, zondje in november. Dit is het Boppenslag Café. Majoen te gast, Cambuur-trainer Henk de Jong. Algemeen directeur Gerard van der Belt. En Cambuur-topscorer Erik Bakker. En deze meneer is Eddy Schol. En hij vertelt u het aan zijn wedwijde de decoin absoluut hindermatten. Maar als eerste noem je bij u on tafel trainer Henk de Jong. Henk de Jong is een dragster. Hij kent aardig voetballen bij de Dragster Boys en komt onder leiding van Fobbe de Haan bij Heerenveen. Al op zijn 20ste moet hij lykwols ophalen. Een knibbelblessure dwingt hem zijn voetbalcarrière te beëindigen. Het is frappant, maar Henk de Jong had geen eigen Wikipedia-pagina. Vreemd, want Henk had een aardig listje. Daar komt hij. Henk werd trainer van de steeds de beste A's en het eerste van Dragster Boys. Hij gaat naar Snits, werd assistenttrainer bij Heracles onder Frits Korbach. Werd assistenttrainer van Fobbe de Haan bij Heerenveen. Gaat trainen naar Harkwasser Snits. Ron Jans helpt Henk van 2 jaar naar de Grens. En daarna werd hij trainen een heel jaar hard trainer bij Harkwasser Boys. Hij werd kampioen van de eerste klasse en van de haardklasse. En handhaafd hem in de topklasse. Het succes valt op. En hij gaat zijn bietje naar de enige club in het noorden die hij nog net hoorn had, Cambuur. Henk de Jong, welkom hier aan tafel. En juist kan van zelfs het nijs. Ontemooi, 1 januari ben je interim trainer bij Harkemase Boys. Ja, komt het reis een beetje op deel dat je Harkemase Boys van degradatie behoeden moest? Jazeker. Nee. Zo, het is gewoon heel simpel. Contactlijn met Cambuur, met Gerald. Had ik, is bij jou niet meer gewoon? Ja, Pieter had me bellen, 10 uur. Had ik tot eind december trainen wil. Of is het hem bellen? Nee, hij had me bellen, 10 uur. En toen zei ik, ik had wel eerder nee. Maar dan mag ik alleen contact opnemen met Gerald. Nou, die beide mannen had contact gehad en Joons had Gerald me bellen. Toen ik bij wedstrijd van Nederlands Elftal onder een jointje. Dat het in principe oké is. Maar wat is die opdracht dan? Nou, gewoon om die groep 2 keer in de week te trainen. Ik net op de bank zitten. Het is gewoon een overbruggingsperiode. En ik hoop dat in die periode, als Wiep nou me bellet, Henk, ik ben er Fiona, dan bloek je mooi zitten. En dan neem ik lekker een pilsje mee. Maar als Wiep over de week weer beter is, dan stap ik direct weer om. Maar dan was punten helaas. Denk je dat om? Ja, maar daar heb ik mijn hele leven al in, dus daar ben ik niet bang voor. Nee. En trouwens, ja, want ik heb jij dat zo bemiddelen assist tussen het bestuur van Harkemase Boys en de huidige trainer Wiep Rood, nu die op dit stuit ziek thuis zit. Klopt dat? Ik heb net bemiddelen, maar ik ga Wiep deze week net bellen, en dat toen het bekend werd. Maar daarvoor had ik al meerdere keren contact met Wiep. En ik zei, Wiep, je nou bent aan het werk voor die groep. Als Wiep is gewoon echt daar meer van wat er gebeurd is, kleer. En ik zei, oh, wil je stap grutter. De mensen naar het ziek meldt, haak hem ik op bel. Ginder of Fiona weer voor. De spelers zijn erachter, alleen die stap het nog groter. Maar misschien dat die stap nog wel wat lietser werd. Maar dat is ik een geschil tussen hun daar. Ik maar ook is net bemiddelen. Nou, ik zeg natuurlijk, hij contact met Wiep. Ik bel Wiep van de week of over de week. En ik wil ook wel met zijn beiden eerst trainen. Mij Willem en Conrad en Oreman. Maakt het me ook niet uit, hè? Maar dat is het mooiste werden. Dan ken de boys gewoon weer verder. En dat is denk ik het beste voor alles. Ja. Zo net ken ik er niks aan. Die ploeg wordt even goed trainen. Die jongens hadden het verzinnen, want er zijn fantastische jongens bij elkaar. Ik vind het een goede ploeg. Ja, en de club had meer dan nooit meer zien. De supporters zijn geweldig. Nog steeds. Wat zou je de lof zijn over Harkemase Boys? Want we gaan goud over naar de 12e gast. En dat is algemeen directeur Gerard van der Belt. Gerald van der Belt. Net Gerald, liek als Gerald Chibon en Gerald Vanenburg. Maar Gerald. Hij is binnen in Kampen. Voetballer bij Doskampen en verhuist op zijn 23e naar FC Zwolle. De Vrijele aanvaller is succesvol in de stijl van de Peperbus, maar promotie slag het heel tijd krek net. Hij speelt nog bij Flavor Boys en Be Quick 28, werkt bij Achmea en wordt daarna financieel directeur bij FC Zwolle. Ook in die tijd dwingt de club heel tijd krek geen promotie aan. Wol speelt Van der Belt een rol in het beruchte bitterballen incident met Jan Eversen. Want Van der Belt en Eversen kunnen nog eens bloed vol drinken. Van der Belt wordt daarna algemeen directeur, is mij verantwoordelijk voor dit skitterende naaie betonblok stadion van FC Zwolle. En Van der Belt gaat naar Cambuur. Bij 2 jaar financieel directeur is hij nou de algemeen directeur. Gerald, even zelfs ik welkom. Ja, ik kan me vaststellen, want we kunnen Fries praten, hè? Hebben we niet gekeken oud praat. Dus die is net te juichen, doet Henk, bij dit fysiekaam om interim trainer te worden bij Harkemase Boys. Toch is het uiteindelijk ja zijn. Wat is eigenlijk het belang van Cambuur? Nou, er is geen belang. We hebben belang bij dat iedereen binnen Cambuur zich 100% focust op de club.
Alleen, we hebben natuurlijk vorig jaar bij Pieter aangeklopt om te kijken of we Henk konden overhalen om deze kant op te komen. Pieter is Pieter Spinder. Pieter Spinder, hij was daarmee akkoord. Daar hebben ze ons mee geholpen. Nu Harkema in de problemen zit, wilden we hen ook wel even verder helpen. Maar het is heel nadrukkelijk. Het gaat om 8-9 trainingen. We moeten het niet groter maken dan het is. Maar we helpen elkaar graag. Ja, is, want we weten al je van de interesse van Cambuur in Oebelen Schokker. Is dat echt gelijk maar even mooi naam met de deal? Zo van, wij doggen nou net lastig. Aan het eind van het seizoen zal Harkema zijn boys ook net lastig van. Uit Cambuur Oebelen Schokker oernemen wil. Nee, daar is helemaal niet over gesproken. En dat speelt ook helemaal niet. Dus, pardon. Ja, vind je dat dom? Ja, dat is dom. Ja, dat is prima. 1-1 is 2, toch? Ja, ook in Kampen, ja. Overal. Maar ja. Nee, we hebben 3 spelers nu ook bij de amateurs al bij de hoofdklasse weggehaald. Nou, dat gaan we aan het eind van het seizoen evalueren. En ja, misschien dat er nog wel iets uit die richting komt. Maar voetballen, het Oebelen Schokker, takken hier in Ljouwert? Nou, dat weet ik niet. Kun je geen sprake met van? Daar kan ik zeker niks over zeggen. Het is wel een scorende middenvelder trouwens, die hij hem eigenlijk al. Maar dat is de trainergast op tafel, de topscorer op dit moment bij Cambuur, Erik Bakker. Erik Bakker is nog maar 21 jaar en al komstig uit de Drentse koek hangen. En voetballen bij het beroemde WIC, de Wakker-Eihors combinatie. Al op zijn tiende wordt hij opprikt toch FC Zwolle. Op zijn zondjende maakt hij zijn debuut en hij dwingt al gauw een basisplak aan. Na het rijden rekent hij onder de Joerduiske trainer Ab Langere zijn basisplak kwijt. Hij had spelers liek als Sjoerd Ars en Arne Slot voor hem. Spielde nog wel 23 wedstrijden omdat hij op een soort positie zit te vatten kan. Hij is het liek wel sad en git naar Cambuur. Maar succes, want in 12 wedstrijden scoort hij onthoudt daar 10 keer. Ja, en Erik, wij gaan ook praten om gewoon Fries te praten. Ja. En dan zien we wel hoe het gaat in de uitsturing. Okay. Daar is in de zin de oerstap maken van Zwolle naar Ljouwert. Ja. In Zwolle ja, een beetje verpieteren op een bank. En nu komt het er in één keer helemaal uit. Ja. Heeft daar een verklaring voor? Nou, het klopt wel wat je zegt. Bij Zwolle was het altijd een beetje af en toe in de basis en af en toe op de bank. En de afgelopen jaren, vorig seizoen in ieder geval, veel op de bank. En bij Zwolle speelde ik ook vaak nou, niet echt op mijn eigen positie. En nu bij Cambuur krijg ik het vertrouwen. Speel ik nou, tot nu toe elke wedstrijd. En ja, op mijn eigen positie. Dus ik denk dat dat wel een verklaring is voor dat het nu goed gaat. Ja, en de naam is nog net neemt. Maar er wie net een echte klik met de trainer, hè? Art Langeler. Nou, ik kon heel goed met Art Langeler eigenlijk bij Zwolle. Goed, hij stelde me niet op. En dat is vervelend, toch? Dat is heel vervelend als voetballer, maar voor de rest persoonlijk kon ik prima met uit. Ja, en dan zou je van, Noostin, ik wil echt op mijn positie. Wat is dan echt het wedstrijd toen bij Zwolle? Nou, onvallend? Nou goed, bij Zwolle stond ik wel vaak aan de zijkant en dat is gewoon niet mijn plek. En nu speel ik toch wel meer centraal op het middenveld. Ja, Gerard, door heeft vanzelf zijn verliende bij Zwolle. Daar is natuurlijk wel goed tjoen. Je dacht van, ja, we moeten Savisa saneren. Goedkeper jongens, Erik Wietransen vrij. Ja, nou ja, Erik is ook 21 pas, dus is een hele talentvolle jongen. Ja, ik wist dat hij bij Zwolle wat aan het verpieteren was en dat hij daar eigenlijk nooit op zijn eigen positie speelde. En ja, dan zie je dat Zwolle op een gegeven moment ook wel verder wil. En nou ja, de relaties zijn er met Zwolle. Dus dat hebben we van het winter ook met Dennis van der Wal gehad en andersom met Rudy Jansen. Nou, dit is ook vrij vlot gegaan. En ja, andersom... Wat zijn ze bij Zwolle? Oh jee, daar komt hij weer. Hij wil natuurlijk weer een speler van u, hè? Nou, andersom, ik denk dat de topscorer bij Zwolle op dit moment Nassi Amaci is. En die heeft de omgekeerde weg bewandeld. Dus dat kan soms heel goed uitpakken. Ja. In hoeverre heeft het die succes, heeft het te danken aan de ompak van de trainers bij Cambuur, aan Henk en Alfons? Nou ja, goed. Henk en Alfons hebben voor mijn gevoel allebei veel vertrouwen in me. Dus dat is sowieso belangrijk als voetballer. En ja, de trainingen en de manier van werken bij Cambuur, dat is gewoon heel fijn. Het plezier staat ook voorop. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Nou, daar spelen toch dan weer een hele belangrijke rol, denk ik, in. Hè? Plezier, maatje. Wat vies je, wat is de kracht van Erik? Al is het altijd moeilijk om aan tafel over orenmeesken te praten. Nou, Erik wil altijd beter willen. Beter worden. Alleen dat is ook wel eens een beetje zijn probleem. Daar zit hem wel eens met hem achter zijn broek aan. Dat er hem zelf wat naar beneden haalt. Dus dan gaat er een keer wat fout en Erik kapt naar beneden. Ja, dat moet er al leren. En dan kan hij nog terug. Van de week hier, hij is eigenlijk nog wat een betere uitvoering van Mark-Jan Vladeris. Vind ik. Op deze leeftijd had hij volop meer wedstrijden spelen. Nou, die had jarenlang eredivisie spelen. Hij kan nog iets beter voetballen. Dus ja, als die jongens zijn troon ontwikkelt en het wordt er, want het is boven alles een heel prettig meisje om mee te werken. Dus daar stek ik alles in. Dat wordt altijd uitbetalen en dan kan hij nog over je komen. Ja, en zeer succesvol qua doelpunten. Want als ze even op een rietje zetten, laten we er eerst even een Shen.
sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Look at that body. Look at that body. I work out. Look at that body. Look at that body. Look at that body. I work out. I'm sexy and I know it. En dat je goed telt, dat winnen er in totaal winnen het tien. Dan moeten we er wel bij steeds 6 keer een strafskop en 4 intikkertjes. Ja. Iets wat wel oneerbiedig, maar hoe kan het dat als middenvelder zo vaak in scorepositie komt? Nou goed, ik ben een middenvelder, maar ik heb toch wel veel drang naar voren voor mezelf. En daardoor kom je ook een aantal keren voor de goal. En goed, als je je goed voelt en je zit lekker in je vel, je krijgt vertrouwen, dan gaan die ballen er ook eerder in, denk ik. Ja, en die penalties? Ja, die penalties, dit seizoen al veel penalties gemaakt. En, voor het eerst eigenlijk dat ik ze neem, maar tot nu net in de jeugd zou je dat altijd ook goed gingen? Nee, eigenlijk ook in de jeugd nam ik ze niet en bij Zwolle niet. Dus, dat is hoe kun je dat dan een keer? Of wie is dat, jongen? Trainer, hè? Trainerarts. Ja, die zei je in Sjeneerik Doornheemse. Het is wel eens gegaan, toch? Ja, de eerste oefenwedstrijd nam ik een panel en die ging erin. Dus ja, en dan, waarom zou je dat dan veranderen? Ja. Nou, dat is ik zeg. Maar is het een bepaald geheim van let je eerst net altijd dezelfde hoek? Nee, let je eerst op de keeper? De keeper maakt de eerste beweging en dan? Ja, ik probeer wel op de keeper te letten. Ja, maar ja, goed, soms blijven ze staan. Dan moet je gewoon een hoek kiezen. En tot nu toe gaat het prima. Ja, zeker. Nou ja, Gerald, dus is nou net in het pak en we hebben het doelpunt. Wie even ziet je, maar we hebben echt een doelpunt van Dijfoen. Maar stel maar even zeggen van welke. Dat was mij ergens, want hij heeft natuurlijk voetballen bij Zwolle in 94, 2001, dacht ik. Ja, klopt. Alleen nog bij Zwolle, hè? Ja. En nooit dus, dat heb ik niet gezegd, dus in het filmpje nooit echt promoveert. Altijd in de eerste divisie. En dit doelpunt, wie nevens mij ergens, Chin, NAC Breda. Kom maar jongens. Is dat doelpunt nog ergens? Echt nog eens invallen. Wist ook niet welke wedstrijd het wie, Gerard, of net? Ja, VVV. VVV. Ja. Nou, kom maar en zo huppakee. Zo herinner ik ook. Goed broekje ook trouwens, Gerard. Maar dat is nou echt verantwoordelijk voor de financiën onderhoorn. Ik heb technisch beleid van sales. Maar je moet sceneren. Drastische verjonging met je team. Ja, maar dat had wel daar gevolg dat je nou eindelijk zwarte cijfers krijgt ook in, hè? Ja, klopt. Hoe is dat mogelijk eigenlijk? Nou, we zijn natuurlijk in feite al een paar jaar geleden begonnen met de grote reddingsoperatie. Dat is 2 jaar geleden toen ik kwam. Toen was het eigenlijk al behoorlijk mis. Dus de eerste stappen hebben we toen al gezet. Alleen dat was niet voldoende, bleek op een gegeven moment. Dus toen kwam het echt naar buiten. Maar eigenlijk vanaf mijn binnenkomst zijn we gaan bezuinigen. Ja, maar nou, ik bedoel, we zitten in een economische recessie. Het gaat net goed bij de euro. Griekenland valt om, Italië wankelt. En het stoutste jongetje van de klas, Cambuur, schoot een keer zwarte cijfers. Ja, het is ook niet zo heel moeilijk. Het is gewoon zorgen dat je niet zoveel... het is gewoon... consequent zijn in kijken wat er inkomt en wat er uitgaat. En ja, het is maar een begroting van 3,5, 4 miljoen euro. Dus het is geen hogere wiskunde. En het is alleen maar discipline hebben en daaraan vasthouden. En jezelf niet voor de gek houden. En dat is heel moeilijk in het voetbal. Blijkbaar. Ja, maar toch vorig jaar nog oorlog miljoen in de min. En nou 2 ton winst. Ik bedoel, dat is nogal een groot verschil. Ja, nou het afgelopen seizoen zat nog wel een eenmalige baten die dat naar de winst heeft getrokken. Maar voor seizoen 11-12 koersen we af op gewoon een operationele winst. Dus dat, vanaf nu is het eigenlijk business as usual. Ja, toch moeten we wel inslag om eerm houden en dat is die certificaten. Hè? Want Ipe Smit had lessen zijn, de vastzitter van de Rieven Commissarissen. Var in januari 2012, maar ik gewoon zo'n ton. Wat er op het kleed lezen, uit die opbrengst van die certificaten. Ja, dat klopt. Dat heeft niks met de exploitatie van dit seizoen te maken. Maar meer met het gebrek aan werkkapitaal. Maar hoeveel helemaal van die certificaten? Er is nu zo'n 1,5 ton is er binnen. En we zijn eigenlijk vanaf 1,5 week geleden zijn we heel actief begonnen met de businessclub te benaderen. Alle relaties van Cambuur langs te gaan. Maar dan heb je dus nog oorlogmaand om die zo'n ton op het kleed te lezen. Ja, klopt. En dat is ook vrij, is het net zorgwekkend? Want Ipe Smit had echt van, als dat net slagen, die zo'n ton, dan kunnen we aan ze net meer voldwan aan onze betalingsverplichtingen. En dat zo bijvoorbeeld de spelersalarissen kunnen niet meer betalen. Nee, nou, dan betekent dat je exploitatie, dat je werkkapitaal tekort komt. En dat betekent dat je gaandeweg het seizoen weer allerlei hangen en wurgen moeten
om het rond te krijgen. En dan kun je uiteindelijk ook misschien de spelersalaris niet betalen. Dus we willen voor 31 december die duidelijkheid hebben. Maar is het zorgwekkend? Nou ja, wat is zorgwekkend? Het moet er komen. En daar heb ik alle vertrouwen in. En het is ook onderdeel van het plan wat we vorig jaar in december gesmeed hebben met de gemeente en met Ipe Smit en de groep en de oude commissarissen. Dus er is ook niks nieuws onder de zon. Het is allemaal gepland. Dus, ja, okay, en alles is. Steeds het heel goed. Bij nog oorlog maand ongeveer 4,5 ton nog. Ja, maar. Hoeveel komt er elke dag bij? Had je morgen weer, kom morgen weer op kantoor en dan even klikken. Hoeveel is er dan bij? Er is tot nu toe elke dag komt er wat binnen. Er zijn ook supporters die zich gewoon spontaan aanmelden. Die kopen 1 of 2 certificaten. Maar het grote geld moet toch bij het bedrijfsleven vandaan komen. Maar is het geen wishful thinking? Nee, absoluut niet. Nee, we hebben van het hele plan, het hele reddingsplan, wat een onvoorstelbaar moeilijke weg was. Want je praat over miljoenen en miljoenen voor een eerste divisieclub. Is alles wat we tot nu toe gepland hebben, is uitgekomen. En dit is de laatste stap en daar maak ik me ook geen zorgen over. Nou, ik ben heel benieuwd. Erik, is daar al een certificaat of net? Nee, ik niet. Nee. Ik heb net trouwens. Maar goed, de barren nog volle meer op sportief met in uw provincie. De hoogtepunten daarvan. In Amsterdam is het crisis, maar op een Harkema kent ze direct wat van. Trainer Wiep Roodnuus kent zijn assistent Mark van Meel net laaien en Wol. Ja, wat Wol Wiep eens? Wiep wil absoluut dat die man een stadionverbod hier kreeg. En dat je de bestuur van de boys al wat vier. Hoe neem je het lekker weer als alle partijen voet bestik horen? Ik weet het net. Dat is een impasse. Feit is, Roodnuus is exit en Harkema's de boys moet nu op zoek naar een nieuwe interim trainer. En er circuleren een soort namen. Wat te denken van ene Johan Cruijff. Dat is een optie. Of Bert van Marwijk als trainer op een bosk. Misschien is dit inderdaad wel een blessure. Letter deze week maakt Harkema's de boys de namen van de interim bekend. Eerst Oornijs, Nick de Vries van Snits, wordt wereldkampioen in de kart. Ik wist het niet. En Ramon Zomer wist dus dan wel dat judoka Miranda Wolfslag Nederlands kampioen worden is. Wij zijn er niet mee bezig. Nee. Op Waasje komt dan het grote nijs naar boeten wat na je interim wordt bij Harkema's de boys. Het is Henk de Jong. Ik wist het niet. Nee, het is dan ik nog maar krek bekend maken, maar no shit Henk de Jong al wolf voor een enorm dilemma. Want hoe maakt het nou letter? In disse of toch liever in disse? Oh. Nou, steeds weer Henk. Die blauw of ik? Ik word gewoon hartstikke gek van die leakjes. Wij komen elke dag komen van die training houden, zit die leakouder. Want dan komt hij nog west, dan komt hij hem, dan komt die. Ophouden met die leak ding. Weg. Maar welke kist wordt het? Arts zit direct de commercieel directeur. Het zou een hele goede stunt worden. Ik hoop dat ze een hulp voor de certificaten verkeerd bekennen. Maar ik moet net elke dag een leakkist opvielden. Hoor op. Oké, okay, nou genoeg goede leakkist dan. Ja, ik hoop een langer dit again. Nee, dat hopen wij al hier net. Na je weekendtiertje dan oefen je hem trouwens in Harkema's Boys. Eind vorig seizoen had je hem ook oefenen in Harkema's Boys. Volgens mij had Sportclub Jereveen ook al een keer oefenen in Harkema's Boys. Nou heb ik jet dat er in de tarieding op takkig seizoen een grut toernooi komt en ik zou daar aan Gerald, maar nou komt de primeur, want er komt een groot toernooi met de drie noordelijke voetbalclubs. Kambuur, Sportclub Jereveen en Harkema's Boys. Hoe liep het met die plan? Nou, die plannen die zijn er wel. Dus ja, die zijn in ontwikkeling. Dat heeft met alle zomerplanningen te maken van Heerenveen, die ook allerlei Europese ambities weer heeft. Kambuur weet nog niet of die eerste divisie voetbalt volgend jaar. Harkema die zit nog in een spannende fase. Dus het is planningstechnisch een hele uitdaging. Ja, maar een toernooi tussen de drie beste Friese voetbalclubs, dat is toch fantastisch, of net? Ja, dat zoeken we wel. Maar dat maakt wel in het stadion. Maar door wordt niks. Hè. Dat mag steeds in Heerenveen of in Ljouwert. Maar dat is net het plan, want dat mag op een bosk. Nou, dat kan nooit. Dat wordt niks. Want dat krijg je nooit voor elkaar. En dat is ook het probleem met wat we hadden. Want wij kennen, we hebben alle contacten in de voetbalwereld. Gerald, als Fons, als ik. We kennen we spelers in AZ, in Twente, en iedereen bij wie ze spreken. Alleen dat lijkt heel moeilijk bij de burgemeesters. Dus maar de burgemeester van Acht-Kaspelen, die had al toestemming, joh. Toch? Ja, maar die had al green light, joh. Nou, dan moet je even met de politiebond denk ik, praten, want dat is heel een overhaal weer. Maar Gerald? Er is verder nog geen, maken we nog verder geen details over bekend. Nee, maar de plannen zijn niks er. Zezen. De plannen zijn er en ja, soms is het leuker om op een amateurveld te spelen in de zomer dan in een halfvol stadion. Al denk ik dat je voor zo'n evenement van een stadion vol krijgt. Ja, dat denk ik ook. Maar het plan is in eerste instantie om die wedstrijden door de wieken in de tariering op het nieuwe seizoen voetbalutilitten tussen de drie beste ploegen Kambuur, Jereveen, Harkema's Boys op Sportpark De Bosch. Daar is over gesproken, ja. En dat nemen we dan het Frits Korbach toernooi, toch?
Nou, vind ik een leuk idee. Nee, dat is toch zo? Volgens mij komt dat idee bij Ipe Smitwaai. Ja, die heeft en dat wist ook ik. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar Cambuur bepaalt niet alles. Wel veel, maar niet alles. Nee, maar Frits Korbach heeft zowel trainen bij Cambuur, Jelle Veen als bij Harkema's Boys. Het is mij al een keer die gekregen. Maar, ja. Maar dat net zijn volle trainers die er gaan. Nee, toch? Nou, je bent goed geïnformeerd. Maar dat komt er dus. Hoe vind jij dat? Zo'n wedstrijd? Ja, het lijkt me hartstikke mooi natuurlijk. En tegen Heerenveen is natuurlijk altijd mooi. En Harkema, je merkt toch dat het leeft bij Cambuur. Als je tegen een. We hebben tegen Harkema geoefend dan in de voorbereiding. Ja, dan merk je gewoon heel erg dat het leeft. En ook dat er al zoveel jaar geen Cambuur Heerenveen meer is. Dat zou hartstikke mooi zijn. Wat zijn die ambities eigenlijk? Want ben je in 20, scoort 10 keer, scoort om het leven. Binnen die is heel mooi, de competitie. Ja, nou ja, ambities. Kijk, eerst dit jaar maar zoveel mogelijk. Zo hoog mogelijk eindigen met Cambuur. En de persoonlijke ambities. Kijk, natuurlijk wil je Eredivisie spelen als voetballer. Maar goed, eerst dit seizoen maar eens met Cambuur zo hoog mogelijk eindigen. Ja, en Henk, wat hebben die ambities nog? Ik bedoel, we hebben heel vaker om tafel zitten. Toen zeiden ze, het ging het alle jaren over van die papieren. Coach betaalt voetbal. Nou, laat hem maar mijn ambitie is om mooi onder te winnen. Want ik heb al je roer in, maar mooi onder gaat erom. Telstra, we die winnen. Ja, dan doen we als Cambuur zijn een fantastische slag. Dat snap ik, maar die papieren vandaag, hoe zit het er mooi? Ja, dat maak ik een belly. Nee, ik hou contact nog met de KNVB. En ik maar dat was toch hardcoach worden, uiteindelijk? Mag ik even praten, want doe best wat zacht. Ik ga met contact met de KNVB. Ik krijg in december die papieren. Dan stuur ik het op en dan maak ik in februari, in maart, talenten weer. Dan begint het in maaien. Ik hoop dat ik erop kom. Voor net zei ze dan dat ik zit te zagen aan Alfons Arts in Poorten. Had die jongen het goed doet en mij die familie gewoon bloeien. Maar het is voor mij wel mooi om dat papier te hebben, maar dan kijk ik wel verder. En dat wil ik wel graag. Ja. Zet hij hem direct druk op dat hij zijn papieren helemaal mat? Nee, daar zet ik geen druk op. Nee, dat is aan Henk zelf. En, het is, ik denk wel dat het, Henk is al jaren eerste elftal of hoofdtrainer, zeg maar. We hebben nu natuurlijk een goede samenwerking met Alfons en Henk. Maar ik denk wel dat het in Henk zijn aard ligt om eindverantwoordelijk te zijn. En dat, dus ik denk wel dat daar de toekomst van Henk ligt. Ja. Als je de mastermompje meeskaat, die daar een beetje... Ik kreeg de KNVB, dus je maakt alleen met je bij nog haar. He, maar dat je toch een beetje, wat meestal die een beetje misschien wat kunde haar. Want je maakt er wel een kruiwagentje misschien haar. Ik zei eigenlijk al zien die man die daar de cursus had boers, maar ik had 22 jaar in die cursus dingen. Hij zei, dat is wel een moeilijk verhaal. Dus ik word er graag heen om beter te winnen. Dus je maakt misschien wel een kruiwagentje. Ja, hoe zit het op het trainingsveld eigenlijk? Is er een van beiden die het echt de leading neemt? Of nee, ik heb echt het idee dat ze het gewoon samen doen. Tenminste op het trainingsveld. En voor de rest heb ik er natuurlijk niet zoveel kijk op. Maar de training, dat gebeurt gewoon samen. Ja. Ja. Maar als je wel oud praat, dat Alfons is gewoon hoofdtrainer, heb ik met Geert en met Fons en met Ipe. Alfons is gewoon hoofdtrainer, ik ben gewoon assistent. Want Oos is geen werkje voor Alfons, ik net. Hè. Dan heb je twee bazen op je skip. Alfons is eindverantwoordelijk en ik werk je lekker, maar ik steun die jongen 100% en dan werk je weer heerlijk. Ja. En met Oos is ik net eerlijk zien hem. Maar in de toekomst, had je een keer die papieren, hè? Ik zou heel graag trainer van Cambuur worden, maar net ten koste van Noor. Als ik de kans krijg en zei Henk, du hast diploma en dat ken, dan doe ik dat. Dat zou ik heel graag willen, maar net om nou een oor voor de voet te rennen, doe ik net. Oké, okay. Dan maak je even een stapje naar achteren, want daar zit meneer Eddy Schol. Had ik goed informeerd ben in Jochetje Zondag Nederlands kampioen schaken. Waar moeten wij het komende weekend absoluut heen? Naar het gebouw van Tresor naast Oldenhoven. Daar begint vrijdagavond de eerste ronde van het Waling-Dijkstra-toernooi en ook nog de Haaien-Kramer-Vierkamp. En Haaien-Kramer-Vierkamp gaat tussen vier Friese grootmeesters en één gewone meester, die is nog niet grootmeester. Waar ben dat, die Friese toppers? Ben dat de jongen Sipke Ernst? Sipke Ernst uit Damwoude. Jan Werle, die begonnen is in Leeuwarden, maar inmiddels in Groningen woont. En Daan Brandenburg, die komt uit de buurt van Gorredijk. Ja. En Michiel de Jong, die uit Leeuwarden, die is Fries kampioen en ook clubkampioen van Philidor, de organiserende club. Verwacht je hem een soort meisje? Als deelnemers of... Nee, als publiek. Als publiek. Nou, dat... Vergeleken met Cambuur valt het altijd wel wat tegen. Ja, dat begreep ik. Geen toezenden, maar... Maar... Jij in elk geval een beetje reclame. Het is een prachtige omgeving om te komen kijken. De speelzaal is de grote zaal van de bibliotheek. En de toegang en
dat is ook een verschil met Cambuur, is gratis. Nou, een heel soort succes. Het dus is trouwens onder mij snijden, hè? Tot zondag. Het begint vrijdagavond om 7 uur. Oké, okay, nou een heel soort... Tot en met zondag. Tot en met zondag. Nou, een heel soort succes daar. Heren, tiegentank van je komt hier naar de studio. Een heel soort succes, want de eerstvolgende wedstrijd is natuurlijk razend belangrijk. Telstra, maar net als mij staat ook liep weer in de auto van de training. De eerste training met Harkema's boys. Je moet net let komen. Jouw wacht starten. Jouw wacht starten, dat is wel vergeten. Dat moet net erin zitten, ik moet net let. Nee. Oké. En Zwolle kampioen dit seizoen? Nou ja, ze draaien nu wel goed, maar nee, dat wil ik nog niet zeggen. Vorig jaar hebben we natuurlijk ook dik voorgestaan. Toen hebben we het ook nog uit de handen gegeven. Dus nee, dat zegt nog helemaal niks. En Gerard Takkum hier weer, zwarte cijfers. Absoluut. En een mooi voetbaltoernooi, dus in de simmer. Ontzafier, manje, meer sport in Boppenslag dan onder oren omtinken van de eerste meerkamp van Turner Epke Zonderland. Cambuur van Zijls en ik, Harkema's boys, zin HSC. En ik nog omtinken van uw eigen hinder, Dirk Buitenzorg. Waar wit ont manje, dag. Hi. 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 Hi.